In het technasium van scholengemeenschap Huizermaat in Huizen werken derde klassers aan een bijzonder project. Maar omdat misschien niet iedereen weet wat een technasium is, moeten we dat eerst maar even toelichten. Leerlingen van een technasium krijgen er technisch onderwijs en exacte vakken, zoals wiskunde en natuurkunde, op zowel HAVO als VWO-niveau. Het schoolvak waar ze uiteindelijk examen in doen heet onderzoek en ontwerpen. Ze werken zelfstandig in kleine groepjes, vooral in de vorm van zogenoemde vakoverschrijdende projecten die een aantal weken lopen. De opdrachten komen niet uit een leerboek, maar uit de praktijk, bijvoorbeeld vanuit bedrijven of instellingen. Vorig jaar deed het ook wel in groepjes, maar er werd nog heel veel geholpen door anderen of door de docenten. Maar nu doe je het meer zelf en hun zijn meer om je te coachen, zeg maar. Het project waar ze nu aan werken komt vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM meet al een tijd op diverse vaste plekken in het land de luchtkwaliteit, mede in opdracht van de Verenigde Naties. De VN heeft 17 Global Goals, wereldwijde doelen, geformuleerd op het gebied van onderzoek en bestrijding van oorzaken van klimaatverandering. Na een gastles vanuit het RIVM zijn deze leerlingen aan de slag gegaan met mobiele metingen van fijnstof. Maar wat is fijnstof eigenlijk? Fijnstoffen zijn deeltjes in de lucht die heel klein zijn, dus klein dat je het niet echt kan zien. Maar onder een microscoop kan je het wel zien en dat varieert per locatie in de lucht. We hebben een meter op een fiets gemonteerd en daarmee fiets je dan rondjes. En die meet dan hoeveel fijnstof er in de lucht zit. De metingen worden uitgevoerd op bijvoorbeeld de weg van huis naar school of van school naar het centrum van Huizen. De gegevens van deze metingen worden ingevoerd bij een specifieke website en geven soms best verschillende resultaten. Vandaag was het best wel veel, maar vorige week om hetzelfde tijdstip was het veel minder. Nederland heeft best veel luchtvervuiling. Hoe verhoudt de luchtkwaliteit in Huizen zich tot de rest van Nederland? Maar nu in Huizen zitten we op dit moment onder nog, volgens de meter natuurlijk. En vorige week zaten we ver onder. Het gaat niet alleen maar om meten, maar ook om mogelijke oplossingen op korte of langere termijn. De leerlingen moeten zelf hun onderzoeksvraag bedenken en ook proberen die te beantwoorden. Zelf zou ik graag willen weten hoe het in de lucht komt en wat je daar precies tegen kan doen. En ook wat in ons onderzoeksplan staat, dat er of er een groenstrook, een soort barrière vormt tegen het fijnstof. Dus als je een speeltuin hebt en omheen een grote groenstrook en daarnaast een autoweg, of dat een barrière vormt tegen fijnstof. Of dat helpt. Ja, of dat helpt tegen de fijnstof in de speeltuin zelf. Aan het eind van het project presenteren alle groepen hun aanpak en resultaat en mogelijke aanbevelingen.